Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Ik wil het vandaag even hebben over belastingen. Belasting en belastbaarheid. Ik heb het niet over de belastingen die dat we moeten betalen aan de overheid, want ongeveer deze periode moet onze belastingaangifte ook binnen. Maar ik heb het over de belastbaarheid van ons lichaam, van onze botten en van onze spieren. Dat hangt namelijk heel erg samen met de mate waarin je je lichaam belast. Een lichaam dat je heel weinig belast, dat zal na verloop van tijd alleen maar zwakker en zwakker worden. Iemand die bijvoorbeeld op reis is geweest naar de ruimte gedurende een paar maanden, die zijn lichaam is heel zwak en die kan amper op zijn benen lopen. Maar als je je spieren regelmatig traint, dan zullen je spieren en je botten na verloop van tijd sterker worden. Dus die belastbaarheid van elke spier en van elk bot zal groter worden naarmate je het bot meer belast. Daarbij komt het erop aan om het regelmatig te doen en om gradueel eigenlijk de belasting te verhogen. En dan zal je belastbaarheid, de belasting die je aan kan met je lichaam, ook gradueel verhogen. En dat kan je op elke leeftijd doen, hoe oud je ook bent. Je kan die belastbaarheid nog verhogen. En dat gaan we vandaag ook weer doen met deze korte training van 10 minuutjes. Let's go! Officiat dat je er vandaag weer bij bent, zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de eerste oefening van vandaag heb je iets nodig waar je kan overstappen. Het hoeft niet zo hoog te zijn als dit. Je kan ook een balpen nemen waar je kan overstappen. Maar de bedoeling is dat je dus aan de ene kant gaat staan, je voeten heft en dan daarover stapt. Heel goed. Ja. Je doet het super. Het hoeft dus niet even hoog te zijn dan dit. Ja. En dan stap je gewoon van links naar rechts. Als je moeilijk je evenwicht kan houden, dan kan je dit gerust achter je stoel doen, of naast je stoel doen, of naast een muur doen. En dan heb je iets meer balans. Heel goed. We gaan nog 1 keer naar die kant en terug. En dan mag je er de flesjes bij nemen. De flesjes die ga je hoog houden, dus hier. Ja, en dan ga je van daaruit je ellebogen naar elkaar brengen. Ja. Heel goed. De flesjes naar de zijkant brengen en dan naar elkaar toe. Heel goed. De borstspieren aanspannen dus. En nu ook dit mag je telkens iets trager doen dan dat ik het doe. Geen enkel probleem. Je doet wat jij kan. Heel goed. Kom aan, hou het vol. Nog 4. 3, 2, 1 en laat rustig zakken. En dan gaan we steun zoeken bij een stoel. Ja. En dan ga je van daaruit je been zijwaarts heffen. Gestrekt. Het been waarop je steunt mag je eventueel een beetje plooien. Ja. Dan ga je niet volledig sluiten. Je gaat zo ver omhoog als dat jij zelf kan. En dan voel je waarschijnlijk al dat je bilspier aan de zijkant aanspant. Heel belangrijk, dit soort oefeningen. De billen regelmatig trainen. Want deze spieren hebben een heel grote invloed ook op rugklachten, onder andere. Nog 3 keer. Nog 4. En rust. Oké, dan gaan we gewoon aan de andere kant hetzelfde doen. Ja, exact hetzelfde met het andere been. Openen en rustig laten zakken. Dit is dus de abductiebeweging. Weg van ons lichaam. En dan rustig laten zakken. Heel goed, kom aan. Je doet het echt goed. Hou het vol. Fantastisch. Dat is een zware oefening om zo lang vol te houden. Nog 4 keer. 3. 2. En dan gaan we zo dadelijk de flesjes erbij nemen. Die mag je nu nemen. En met de flesjes gaan we een tweehandige bicep curl doen. Ja, tweehandige bicep curl. En dan uitduwen boven ons hoofd.
ja, dan weer laten zakken en tot aan ons been laten zakken. Wanneer je naar boven gaat, mag je de flesjes een halve draai draaien en dan weer laten zakken. Ja, ik draai ze in en ik laat ze zakken. Heel goed. Kom aan. Duwen en zakken. Duwen en zakken. Heel goed. Kom aan. Volhouden. Duw omhoog en zak. Duw omhoog en zak. Duw. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. 3, 2, 1. Je mag de flesjes even neerzetten. En dan gaan we op de stoel zitten. Ja. En dan zitten we aan onze laatste oefening. Ja. We gaan op de stoel de voeten een beetje heffen. Heffen. En dan gaan we rechtop staan. Volledig uitdrukken die heup. En dan gaan we weer zitten. Voeten heffen. En rechtop. Heel goed. En uitduwen. Heel goed. Hup. Ziezo. Ik zei dat dit dus de laatste oefening is. We gaan elke oefening nog een tweede maal herhalen. Ja. Dat doen we vaak. Een oefening herhalen. Zodanig dat je spier nog iets moeier is, de tweede reeks. En dan nadien kan de spier recupereren en op een hoger niveau komen. Dit is de laatste, je mag blijven recht staan zo dadelijk. Hup, en dan gaan we opnieuw over ons boek stappen. Ja. Mijn boek is vrij hoog. Je mag gerust een balpen gebruiken. Of iets anders dat lager is. Heel goed. Rustig aan. Doe dit vooral aan je eigen tempo. Ja. En hef je knie zo hoog als het voor jou uitdagend, maar comfortabel is. Heel goed. Heel goede oefening voor balans ook. Die kwamen dan naar elkaar toe. Ja. Als je deze reeks niet kan volhouden tot het einde, dan mag je gerust de flesjes neerzetten en de reeks afmaken zonder de flesjes. Dat is dezelfde oefening. Dat mag je trouwens altijd doen bij elke oefening met de flesjes. Als je ziet, dit wordt wat zwaar, dan zet je ze rustig neer. Ja. Heel goed. Rustig open en dicht. Nog 4, 3, 2, 1. En dan gaan de flesjes op de grond. We nemen er onze stoel weer bij. En dan gaan we het linkerbeen, voor mij toch, openen naar de zijkant. Gestrekt en zakken. Gestrekt en zakken. Ga dus zo hoog als dat jij kan. Het hoeft niet zo hoog te zijn dan ik. En ook hier mag je altijd iets trager gaan. Je doet wat je kan. Het is al supergoed dat je erbij bent. Heel goed. Kom aan. Fantastisch. Nog 4. 3. 2. Heel goed, dat is best wel pittig. En dan mag je de andere kant erbij nemen. En dan gaan we hier dezelfde beweging nog één keer doen. Rustig aan. Heel goed. We zijn ondertussen ook hier in de helft. Hou het vol. Als je de reeks niet kan volmaken, geen enkel probleem. Je mag altijd iets vroeger stoppen. We zitten in de laatste 10 seconden. Dus nog 4 keer. 3, 2, 1. En dan neem je er weer de flesjes bij. En met die flesjes gingen we dus een bicep curl doen.
En dan van daaruit naar boven toe indraaien en weer zakken. Ja. Als je die biceps curl naar beneden doet, blijven de ellebogen tegen je lichaam. Dus laat je ellebogen niet naar achter gaan op die manier. Dan haal je ellebogen tegen je lichaam en dan druk je naar boven toe. Heel goed. Ook hier halverwege al, dus nog minder dan 20 seconden. Kom maar, je doet het super. Heel goed. En nu nog één keer omhoog. En één keer zakken. En dan mogen de flesjes aan de kant. En dan gaan we onze laatste oefening doen. Daarbij gingen we de voeten heffen. En dan uitduwen in een squat. En dan weer de voeten heffen. Heel goed. Zowel je buikspieren als je beenspieren werken hier. En ook je hartspier natuurlijk. Want de hartslag die is alweer wat verhoogd. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. We zijn er bijna. Nog drie keer gaan we recht staan. Nog drie, dus. Kom aan. Nu nog twee. En dit zal de laatste worden. En dan zit het erop.